Goedenavond. U hoort het mediacommentaar over de geplande aanvallen met drones van de VS tegen Irak. Amerikaanse ondernemingen in Irak trekken, volgens huidige krantenkoppen, een deel van hun employés uit de regio Bagdad weg. Reden daarvoor zou zijn het oprukken van islamitische strijders van ISIS richting Bagdad. Zoals een regeringswoordvoerder bekend maakte, overweegt de VS nu aanvallen met drones. Washington sluit grondtroepen uit. Het afstand doen van de inzet van grondtroepen door het Amerikaanse leger kan voor niet-ingewijden kalmerend klinken, maar niet voor de bevolking van Irak. We herinneren hier dat het gaat om de meest recente plannen over ongerechtvaardigde, leugenachtige oorlogsaanvallen van de VS tegen Irak. De volgende beelden bewijzen waar het precies om gaat bij aanvallen met drones en ook in welke gezindheid het Amerikaanse leger alleen nog vanuit de lucht oorlog voert. De technologie wordt telkens weer verbeterd. We hebben intelligente bommen, gestuurde precisiewapens. En toch sterven er meer burgers dan soldaten. Hun aantal neemt steeds meer toe sinds de Eerste Wereldoorlog. Wir haben eine völlige Gefühlskälte entwickelt gegenüber dem, was unsere Waffen anrichten. The Colonel has just advised me that that is our target area right over there. 1, 2, 3, 4, we dropped our bombs and now a tremendous G-load as we pull out of that dive. Oh, I know something of what those astronauts must go through. Well, Colonel, it's a great way to go to war. Well, Colonel, it's a great way to go to war. De VS dreigt, nog voor ze vanwege hun oorlogsmisdaden aan Irak voor een internationale krijgsraad ter verantwoording wordt geroepen, alweer met nieuwe argumenten en met nieuwe bomaanvallen. Klaagmuur TV heeft pas enkele dagen geleden in alle duidelijkheid voorspeld dat de VS opnieuw zou ingrijpen in al deze door hen zelf gedestabiliseerde landen? We zullen daarom voortaan onze korte leerfilm Hoe functioneren moderne oorlogen zo vaak als dit geval zich herhaalt opnieuw uitzenden. Wij vragen u, beste kijker, deze korte film herhaaldelijk te bestuderen tot de daarin geschilderde verlopen vast in ons denken zijn ingeslepen en geeft u deze kennis verder waar u maar kunt. Alleen op deze weg is er hoop dat de wereldgemeenschap weer onafhankelijk wordt van de mainstream, dat wil zeggen, zelf denkt en mondig wordt, om zo een zeker komende derde wereldoorlog mogelijk nog tijdig af te wenden. Herhaling is de meester van het leren. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.